Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Vandaag gaan we naar een heel mooi verlaten, groot verlaten huis. Staat een jaar of vier leeg en het is ten westen van Brussel. En je kijkt naar Lost Buildings. Zo. Hey Paul. Dit moest echt wel mooi zijn geweest, denk ik. 100%. Zo is dit even groot. Ik denk dat het marmer was wat erop zat of zo. Misschien. De spiegel is dan gek genoeg nog wel heel. Bijzonder. Ah, hij heeft een hele paars licht of zo hier. Dit was hier op de vloer licht. Er zit niks meer in. Nee. Kijk, doordat dus mensen hier paarse verf op hebben opgesmeerd, kleurt het hier echt helemaal paars. Een gek sfeer. Badkamer. Zonde van de spiegel. Ja. Maar ja, daar doe je toch niks aan. Kom. Kan je er nog hopen? Staat maar niet lang leeg. Nee. Nee. Ja, niet heel lang. Nee. Ook een hele mooie ruimte. Ik denk dat deze mensen ook kinderen hadden, want ja, er waren echt meerdere kamers hierboven. Dit is wat kleding, laadjes en ruimte om de was op te vangen. Dit soort dingen. Ja.
Ja, dan was er weer droog was en dat soort dingen uitgewassen. Hier ook nog weer een badkamer. Ja. Hier, ja, hier is ook nog één. En ik mensen, Paul, ik heb van ook nog gehoord dat hier een zwembad bij de villa zit. Dus daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Holy. Is het echt? Nee, zwerf. Dat denk ik. Hoop ik. Hoop ik. Op naar de kelder, zie je het? Wat vind je ervan? Ja, let's go. We gaan op naar de kelder en we gaan zien wat er allemaal te vinden is. Jullie zien het zo. En het zwembad. Waar is de kelder? Het ziet er eerlijk gezegd wel een beetje nieuw uit. Ja. Ik denk dit was voor het water alleen al. Ja. Ik denk voor het zwembad inderdaad. Ja, dit was voor het zwembad. Kijk, die leidingen zitten ook daarheen. Ja, filtersysteem voor het zwembad. Ja, kijk, ik denk... dat ze hier de temperatuur mee konden... bepalen van het zwembad, kijk, 30, 35 graden, 45, zo, dat is wel heel erg heet. Maar, ja. Onderhoudskraan nog. En wanneer is die? Laatste onderhoudsbeurt. Op datum. 2016. Hier. 2016. Dat is 4 jaar terug. Dat is niet heel oud. Om dit allemaal weer op te... Ja. Daar is het zwembad en we staan hier, dus dat moet daarachter staan. Ja, met een compleet buitenhuis erbij. Oh, dit waren rijke mensen. Yo, man. Tientje, spring je erin? Nee, van nog geen 100 euro. Ja, dat is niet... Wow. Drie bier en twee cola, zie je het? Ja, goed. Ik zal het even maken. Hier, winter is mooi. Open haard. Een robot voor in het zwembad, een schoonmaken robot. Die moet je gewoon onder water doen ofzo. Ja. Minder smakelijk beeld.
Hier kom je van het zwembad zo naar de wc, hoef je niet door het hele gebouw heen. Maar dit waren echt mensen met veel geld, jongen. Ja. Ja, echt wel. Ik denk dat dat stukje land... Dus ja, nee, nee, zie vanaf die paal daar. Ja, dat was allemaal van hun. Ja. Zie je, ja, dat was de grens. Deze mensen, die hadden een huis en die hadden een zwembad. Ja. Nou, en als ze dan een party hadden met familie of zo, dan konden ze hier gewoon chillen. En ondertussen konden ze zwemmen en dan hoefden ze niet helemaal door de villa heen te mijnen. Nee. Heel slim. Hier staan we hier mooi op het balkon. Ideaal. Hey, zie je het? Ja. Wij gaan zelf ook maar eens in een baantje trekken. Hier in de buurt in het meer. Het is veel te warm. Het is nu... Goed idee. 35 graden, man. Yo, beste kijkers van Lost Buildings. Bedankt voor het kijken weer naar dit avontuur. Vond je dit nou een toffe locatie? Vergeet dan zeker niet te abonneren en te liken voor meer gave content. Later. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out. Leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.